bed even. Het is allemaal een soort vulling, hè? Op zich niet. Dit is van de plakband gerold, zie je? Ja. Dit moet je even openmaken. Nou, dat is niet zo makkelijk. We moeten een lijst te maken rijden. Maar waarvoor zit dat er? Wie hebt dat er dan voor gedaan? Nee. Is dat voor het licht of zo? Dat het is het verbleekt? Nee, dit is het. Dit is het kunstwerk. Die kleur, dat kleurvlak. Dat is een gast, een Franse kunstenaar. Die, die heet Yves Klein. Ja. Zal ik je laten zien? Merit. Hier moet je staan. Het zijn dus Yves Kleins, want hij heeft ze zelf gemaakt om bij die catalogus te doen. Maar ze zijn niet gesigneerd, want dan was ik nou rijk. Dan had ik, ja, het is niet onbetaalbaar. Tonnen. Hoe lang hebben die al? 45 jaar. Soms ook. Ja. Nee, maar hij is wereldberoemd. Ja, dat moet je dan weten natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nou, Hans, waar willen ze ongeveer hangen? Is dit wat, Stef? Ik vind dit wel goed. Ik zou ze alleen even, als je kijkt naar het bed... Ja. Zouden ze ietsjes naar rechts kunnen allebei? Dit betekent al wat als dit boven je bed hangt, straks. Ja, ja, het is een soort band met een langjarige band eigenlijk, hè, die erin wordt uitgedrukt. Dit is Hans Sleutelaar. Ze noemen hem wel de zwijgende dichter. Hij is een weinig schrijver. Van filmschrijverij moet hij helemaal niks hebben. Ed helpt Hans af en toe in zijn nieuwe huisje. Want Sleutelaar is hier, terug in Nederland, in Rotterdam. In de buurt waar hij is opgegroeid. Daardoor kan ik deze film maken, eindelijk. Ja. Vroeger durfde ik hem dat nooit te vragen. Mooi. Omdat ik wist dat hij dat toch niet zou doen. Ik ben zijn veel jongere zwager. Hij heeft jarenlang met mijn oudere zus Christine in Normandië gewoond. En later ook in Thailand, om in de buurt van Flavius te wonen. De zoon uit het eerste huwelijk van Hans. Daar is Christine een jaar of vier geleden doodziek geworden. Ze moesten terug naar Rotterdam voor verdere behandeling. En in het voorjaar van 2014 is Christine uiteindelijk gestorven. Hans leeft op 25 vierkante meter. Dat past wel bij hem. De Parkinson maakt het er niet makkelijker op. Hij heeft een vorm die niet zo opvalt. Ook dat past wel bij hem. Het leven is tijdrovend, zegt hij. Inspiratie kun je niet plannen. Maar je moet er wel steeds ruimte voor maken. Zo kan een gedicht zich aandienen. Over zijn overleden Christine bijvoorbeeld... Zijn vrouw, mijn zus. Ik vraag er maar niet naar, want dat helpt niet. Hans wordt in 1935 geboren. Zijn vader werkt als geschoold fluitist in een orkest dat vooral in Duitsland langs de zalen trekt. Daar ontmoet hij zijn latere vrouw. Hans is hun enige kind. Als de oorlog losbarst, is hij 5 jaar. Pas 35 jaar later zullen zijn herinneringen aan het bombardement op het papier vloeien. De zon schijnt en de lucht is blauw.
Het is druk in het Kralingse Bos. Het gras is zwart van de mensen. We hebben dekens en drinken bij ons. Mijn tante heeft geelzucht en slaapt. Mijn ooms zeggen niet veel. Boven de stad is de lucht vuurrood. De mensen staren naar de gloed. De plas is rimpelloos en leeg. In het maanlicht lopen we naar huis. Het is een zachte avond. De Jericholaan staat in bloei. Wat is een goed gedicht volgens jullie? Nou, ik vind bijvoorbeeld dat, wat ik net al zei, dat gedicht van Hans, dat vind ik dus... kijk, dat is klare taal en dat kan iedereen met wat voor school die heeft gehad... of die nou iets van poëzie weet of niks van poëzie weet. Ik bedoel, iedereen die dat leest, die begrijpt dat. En dan gaat het om dat je dus de gevoelens... omdat men die gevoelens die erin vertolkt worden ook herkent. Je was een instrument om het te schrijven. Ja, maar... Een instrument van wie? Van de taal, zou ik zeggen. Aha. Kijk, dat is een nieuw gezichtspunt. He, dat de dichter instrument is. Van de taal. Wat wordt, die wordt bespeeld door de taal. Ja. In plaats van dat de taal een instrument is, wat door de dichter wordt bespeeld. Het is omgekeerd. Juist. Enig kind van een Duitse moeder. Dat moet niet makkelijk zijn als je in bezet Rotterdam opgroeit. Toch had het ook voordelen. Dat bleek in 1944. We hebben de hongerwinter, dus de laatste winter van de oorlog, in Duitsland gezeten, bij familie van mijn moeder. Dat waren paardenhandelaren in de buurt van Bremen. En daar merkte je geen bal van de oorlog. Er was wat te eten, jongens hoefden niet, kinderen hoefden niet in de school. Dus ik, ja, hartstikke gezellig eigenlijk. En bij terugkomst, dan ben je de pineut? Dan ben je de pineut, dan word je met de nek aangekeken natuurlijk. Tijd lang en dus na een jaartje ook weer, anderhalf jaar. Slijt allemaal. Ja, je verandert wel je omgang met mensen natuurlijk. Je bent wel op je hoede meer, denk ik. Omdat er veel onverwacht gevaar dreigt. Maar het maakt je alleen maar wat weerbaarder natuurlijk. Na de oorlog is Rotterdam leeg, een culturele woestijn. De adolescent-sleutelaar voelt zich thuis bij de jazz. Hij plaatst een aardig deuntje mee als amateur tenorsaxofonist. In 1952 ontmoet hij bij een van zijn concerten Cor Vaandrager. Ze delen hun passie voor muziek, maar ook hun honger naar lezen en schrijven. Ze worden vrienden. Gart Civiek is het Vlaamse literaire tijdschrift waar Sleutelaar en Vaandrager in de redactie plaatsnemen. Het is de Vlaamse verbastering van Guardia Civil, burgerwacht. Ze vormen de Nederlandse tak van de redactie, waarbij ze later ook de schilderdichter Armando en de journalist Hans Verhagen betrekken. Na een aantal jaren ontwikkelden zich de ideeën van ons, van die Nederlanders, over poëzie. Die ging een hele andere kant op dan die Belgen. Afzetten tegen je voorgangers, je eigen ruimte veroveren. Zoals elke nieuwe generatie dat doet. De 50ers waren passé, de 60ers dienen zich aan. Er zijn op het ogenblik weer jongere generaties die het weer eens een beetje anders willen doen. Deze jongeren hebben bepaalde stellingen, hebben een bepaald programma. Ze hebben nu net een tijdschriftnummer laten verschijnen. Dat heeft de titel Een nieuwe datum in de poëzie. En een van deze jonge dichters heet Hans Verhagen. Ik heb hem eens willen vragen hoe hij nu vindt dat op het ogenblik poëzie geschreven moet worden. De werkelijkheid is voor ons de bron.
leven is voor ons belangrijker dan lezen. En als ik over ons praat, dan praat ik over de Gert Sievik groep. Ja, ja, ja. Armando, Sleutelaar, Fana, mezelf. Zelfs het meest alledaagse kan kunst zijn. Een kwestie van goed kijken, kiezen en je toe-eigenen. Dat idee was de basis van de beweging van Zero. Nul kunst. Mensen als Yves Klein van die schilderijen boven Hans zijn bed en Lucio Fontana deden in de beeldende kunst wat Sleutelaar en Companen met taal wilden bereiken. Bondigheid en eenvoud. Meneer Vergeijen, hoe gevoelt gij u op het ogenblik dat uw vriend Fontana uw werk had onderwerpen aan een plechtige besnijdenis of perforatie? Gelukkig. Gelukkig. Sleutelaar is de drijvende kracht achter Gert Sievik. Hij organiseert en redigeert, is meer de ideoloog van de groep. Er komen maar weinig gedichten van hem in het blad. Het zijn vooral Armando, Verhagen en Vaandrager die de nieuwe poëzie schrijven. En ze delen soms harde klappen uit. Bijvoorbeeld aan gevierd schrijfster Anna Blaman. Ze was altijd ontzettend hartelijk. Ik vond haar ontzettend lelijk en ontzettend aardig. Maar laten we eerlijk zijn, schrijven kon ze niet. We moesten iets brengen wat zij niet brachten. Nou, het ging om een mannetje of 10, geloof ik, die 50ers. We gingen ook wel op bezoek, hoor, bij Paulette, bij Kouwenaar. Dat was helemaal geen... Er vielen geen woorden? Nee. Nee, we hebben wel wat geintjes uitgehaald natuurlijk. In die tijd was Anna Blaman nog niet zo lang dood. En toen hadden we een soort eenregelige opmerking in een van die delen. Het valt op dat Gerrit Kouwenaar steeds meer op Anna Blaman gaat lijken. Dus dat hoort bij het literaire toernooiwerk, zou ik maar zeggen. Je bent dus in eerste instantie observator. Ja, dat is dus wat wij doen eigenlijk. Wij kiezen... Wij isoleren uit de werkelijkheid, en dat is dus het werk van de kunstenaar, om te kiezen wat je isoleert uit die werkelijkheid om een bepaald effect te bereiken. Na nummer 33 is het gedaan met Gert Sievik. De Vlaamse inbreng is bijna nul en met de Haagse uitgever loopt het ook niet soepel. Tijd voor een volgende stap. De Bende van Vier noemen ze zich nu, literaire helden in wording. En hun nieuwe blad heet De Nieuwe Stijl. Ze zijn vooral cool. Het is een manier van doen, een manier om hoe je de wereld tegemoet treedt natuurlijk. Vooral, ik heb het wel eens geïnterpreteerd gezien als voor niemand bang zijn. Voor niemand. Niets en niemand. Onschokbaar. En hoe toonde je dat dan? Niet. Je bent cool of je bent het niet natuurlijk. In het voorjaar van 1966 verschijnt het tweede nummer van de nieuwe stijl. Het opent met een brutaal eenregelig gedicht waarmee Sleutelaar naam zal maken. Het schoot me in de kop. Weinig tijd had ik nog. Het nummer moest in elkaar gezet worden. Dus ik denk dat ik een beetje in paniek was, omdat ik niks had. En ja, ook geen tijd had om er lang en breed lang werk van te maken. Het moest gewoon raak zijn en ook eigenlijk snel gebeuren. Dus toen, onder die omstandigheden, schoot mij dat te binnen, ja. Hoe ik erbij kwam, weet ik het bij God niet. Ik weet het niet meer. Een opwelling.
En een opwelling is, dat zijn vaak de beste momenten voor een dichter. Hè? Allerlei lagen zitten erin natuurlijk. Ja. Die oorspronkelijke tekst klinkt mee. Je spreekt uit de vraag een oneindig verlangen. De nadruk valt op het woord totale. Dat jullie omvat hier iedereen. Wordt hier waar ook ter wereld en wanneer ook in de geschiedenis. Ja, er bestaat verder een heimelijk verband tussen het doelwit van Goebbels, den totalen Krieg, en het mijne, die totale poëzie. Ik bedoel, het onderwerp van het gedicht laat zich niet verwoorden. Het is het leven zelf. Er is een zwijgende dichter aan het woord. Hij is een naamloze. Hij kan iedereen zijn. Wat is voor jou nou iets wat je echt uit die periode van Nieuwe Stijl als exemplarisch vindt of wat nieuw was en wat je nog steeds raakt? Daar hoef ik niet lang over na te denken, dat is me altijd bijgebleven. En dat is dus het levenscyclus van Armando. De dood. Een broeder liet hem zien toen hij opgebaard was. Moest mijn handen wassen. Hij was heel mooi opgebaard. Kost allemaal geld. Toen zijn ze nog in de rondte gereden. En maar betalen. En dan weer het goot. Als er twee ogen sluiten, komt er een heleboel kijken. De Nieuwe Stijl verschijnt slechts twee keer. Er zijn wrijvingen. Vaandrager veroorzaakt ergernis met zijn drugsgebruik. Verhagen raakt betrokken bij de Flower Power. Ze groeien artistiek uit elkaar. Op Ibiza barst de bom. Vaandrager deelt een eerste klap uit. Hij en Sleutelaar rollen samen over straat. Einde van een vriendschap. Je komt samen, je kan elkaar helpen en steunen en dit en dat. En als het proces zich voltrokken heeft, nou, dan ebt het weer weg. Dan ga je ieder weer een straatje verder. Dus zoals dat in het leven ook vaker gaat natuurlijk. Hè? Rotterdam voor dag en dauw. De bruggen zijn verlaten. De geldpaleizen gloren in het Noord-Atlantisch licht. Winst en verlies staan in de onbehouwen ziel gegrift van deze warse stad. Alleen met wind en water. Mijn naam is Hans Sleutelaar. Ik schrijf voor de Haagse Post over literatuur onder andere. En daarnaast poëzie en essays over poëzie in verschillende tijdschriften. In 1959 is Sleutelaar, na een telefoontje van Armando, ineens medewerker van de Haagse Post. Hij heeft nog nooit een letter voor de krant geschreven. Maar Armando wijft dat bezwaar kortaf weg. Nieuwsgierigheid, daar gaat het om. Er gaat een andere wereld voor hem open. Een nieuwsfeit is heel iets anders dan een voldongen feit. Het meeste dat gebeurt staat niet in de krant. Terwijl het meeste dat geschreven staat in de krant nooit zo is gebeurd. Dat was het bijzondere van de Haagse Post in die tijd. Je had zo min mogelijk specialisme. Dus je had wisselende arbeidsterreinen. Dat principe was afgekeken van Time. Daar brachten ze dat in praktijk. Dus met een frisse oog naar je onderwerpen kunnen kijken. En overal over kunnen schrijven. Dus je moest alles zo vertellen dat je als het ware een kort verhaal vertelde. Dus met dialogen erin, kleine details die je opvallen. Ook buiten de Haagse Post trekken Armando en Sleutelaar samen op.
In 67 verschijnt De SS'ers, waarin Nederlanders uit de Waffen-SS van Hitler hun verhaal vertellen. Nou, dit komt uit zijn koker. Want die oorlog was natuurlijk zijn grote inspiratiebron. Hij werkte graag met iemand samen, dat inspireerde hem en mij ook. Het ging heel goed met ons, dus dat maakt ook een hoop uit natuurlijk. Toen heeft hij de hardnekkigheid aan de dag gelegd om een paar contactpersonen van onder die kringen van oud-SS'ers, oud-vrijwilligers, te overtuigen van onze bedoelingen. Dat heeft hij met geduld en zover gekregen om met ons in zee te gaan. Er waren bij elkaar iets van 2.500 vel. Daar hebben we natuurlijk een boek van, ik geloof, 400 pagina's uitgehaald. Volgens de principes van, ook van de, uit de beeldende kunst. Isoleren en annexeren. Dus je verandert niks, maar je kiest die passages die bijdragen aan de werking. Dus dan moet je een delicaat proces natuurlijk. Je kan ook overdrijven als je het niet goed doet. Dan wordt het niet geloofwaardig en dan is de toon niet overtuigend. Later is dat algemeen goed geworden via de VPRO-televisie. Dat je mensen als het ware commentaarloos laat praten. En dat geef je weer. Zij herkennen zich daarin. En maar zijn zich er niet van bewust dat ze daarmee zichzelf ook voorkomen blootgeven. Maar ze zijn tevreden met het feit dat hun woorden correct zijn, papier zijn gezet. Voilà. Wat ik ervan geleerd heb, is dat je kan jezelf van alles wijsmaken. Het zijn gelovigen. En dan maak je jezelf dingen wijs. Bijvoorbeeld wat er met de Joden gebeurd is, dat was niet gebeurd. Nou, dan ben je klaar. Dat zeiden ze dan, ja. Als je tegenover ze zat? Niet. Gelijk hebben ze dat ze dat met de Joden gedaan hebben. Nee. Maar het was niet waar. Nou ja, dan houdt het op. Dus zo zat je tegenover mannen die maar heel vasthoudend leven. Ja. Mensen zijn merkwaardige wezens, hè? Zeer merkwaardig, ja. De lezer ook serieus nemen. De lezer in staat achter om zijn eigen oordeel te vellen. Smeulend puin, een graflucht, meeuwen krijsen. Maar ik ben achter vaders rug niet bang. Hij wijst, de jongens lijken die de Willemsburg bevolken. Nog zie ik het zwarte water om de pijlers koken. Hans is een man van rust en regelmaat. Vaste prik is zijn wekelijkse bezoek aan de dichter en goede vriend Rien Vroeg in de Wei. Hij was, samen met zijn vrouw Ineke, een trouwe steun en toeverlaat in de laatste zware maanden van Christine. Op deze avond schuif ik mee aan tafel. Schat, moet je ook een beetje? Maar één schepje. Ja, dit doe je elke dinsdag, Hans. Deze maaltijd genieten? Ja. Nou, het menu varieert. Rien zorgt voor. Maar wel op dinsdag meestal. Op dinsdag, ja. Het is een vast punt in de week. Ja. Moeten die oude man maar een beetje aan het goede eten helpen, toch? Af en toe. Ja. Ja? Ik vind het altijd gezellig, dus niet. Na afloop van de heerlijke maaltijd zit ik met twee zwijgende dichters. In 1959 leert sleutelaar Jan Kremer kennen. Nou, ik heb het wel eens beschreven. Hij zei niet veel. En wat hij zei, dat kon je ook heel moeilijk verstaan. Hij mompelde meer. Ja. En hij had geen tijd om de zinnen af te maken. Er ging zoveel door zijn kop.
Ja, dat besef je niet op het moment zelf, maar achteraf. Dat de moeite, ja, nam niet de moeite om een heel betoog af te steken of zoiets. Dat waren klanken. Ja. Maar dat was op zich veelzeggend genoeg. In de Haagse artiestenwereld staat Kremer bekend als schilder en dommekracht. Maar eentje met het hart op de juiste plaats. De schrijver Kremer is nog verborgen achter het schilderslinnen. Als Kremer zijn eerste verhalen laat lezen, herkent Sleutelaar een groot talent. Ik, Jan Kremer, door de schrijver zelf aangekondigd als een onverbiddelijke bestseller, is in 1964 direct een duizelingwekkend succes. Het land staat op stelten. Maar het is dus wel, vind ik, een boek om te shockeren. En ja, misschien niet van lekker allemaal vieze woorden zeggen. Maar nee. Gewoon, ik vind het ook trouwens, ik weet het niet, maar hoe minder publiciteit eraan gegeven wordt, dan zou het boek geloof ik helemaal niet gekocht zijn. 300.000 worden ervan verkocht. Dat smaakt naar meer. Maar het tweede boek van Kremer laat lang op zich wachten. Op zoek naar wereldfaam vertrekt Kremer al snel naar New York en laat niks meer horen. En hoe is het met literatuur? Goed. Mag niet klagen. Pas weer een paar boeken uitgebracht. Onder andere namen. Mag niet klagen, het gaat goed. Alles gaat goed hier. Directeur Geert Lubberhuizen van de Bezigerbij stuurt Sleutelaar erheen om Kremer weer aan het schrijven te krijgen. Wat is dat? Is dat een... Wie is die kerel? Niet. Want hoe lang bent u gebleven? Bij elkaar 6 weken. Hm? En hij begon... Ja, er was geen begin aan, hij begon niet. Mm-hmm. Want wat deed hij wel, Jan Kremer? Uitgaan. Mm-hmm. Veel uitgaan. En ging de nette Hans Sleutelaar dan mee? Nee. Nou, een enkele keer wel, hoor. Maar dat waren feestjes natuurlijk, van die vervelende zeikfeesten, weet je wel. Ja, ik vond er geen bal aan. Nee, echt niet. Maar dan moest u hem wakker zien te krijgen in de ochtend en aan het schrijven krijgen van meneer Lubberhuizen. Nou ja, het was wel de bedoeling dat er wat kwam natuurlijk, mm-hmm. Ja. En ik dreigde dan met het vertrek. En hij heeft toen het tweede deel in hoeveel weken geschreven? In 3 weken. In 3 weken geschreven. Ja, dat is een waanzinnig snel natuurlijk. Ja, niemand gelooft dat. Maar we gebruikten wel speed. De nachten waren erg kort. Want u heeft gezegd van... wat ik ook aan zijn schrijven heb bijgedragen... woorden zijn het zeker niet geweest. Wat heeft u dan wel aan zijn schrijven bijgedragen? Nou, de moed om dat boek in zo'n korte tijd te schrijven. De vriendschap tussen Kremer en Sleutelaar kent pieken en dalen. Christine vertelde me later met veel plezier over hun bezoeken aan Kremer en zijn vrouw Babette in Parijs en Italië. Na ruim 40 jaar, in 2008, verschijnt Ik, Jan Kremer, derde boek. Hans redigeert het, onder grote tijdsdruk, samen met Christine. Ook in Parijs deze dagen is schrijver Hans Sleutelaar. Hij is al een halve eeuw bevriend met Jan Kremer en mag zich sinds een paar weken Kremers biograaf noemen. Nou, het verhaal is dat ik niet zo lang geleden, een paar maanden geleden, door de Bezigerbij gevraagd ben om een biografie van Jan Kremer te maken. Ik kreeg 4 jaar de tijd voor. Een groot karwei natuurlijk. De relatie tussen Kremer en Sleutelaar wordt steeds ingewikkelder. Je kreeg een vermenging van particuliere met momenten waarop er natuurlijk vragen rezen die ik moest stellen met het oog op die biografie. Dus je kreeg een soort oneigenlijke sfeer. Een soort stratego ook om spel om en ja, tot ontboezemingen te verleiden waar ik wat aan had. Dus hij moest er zelf van mij af, want ik kwam te dichtbij. Dat was het eigenlijk, het hele verhaal. Ik geef je een voorbeeld. In zijn opvatting is zijn leven een aaneenschakeling van succes. Nou, als je nauwkeurig kijkt naar naar de levensfeiten en toestanden waarin hij heeft verkeerd, dan is dat dus het tegendeel het geval. Dus het is meer een aaneenschakeling van mislukkingen, geldgebrek, geldtekort, ellende in zijn jeugd, problemen met vrouwen, veel weer geldtekort. Enfin, een ellende van
En dat zeg ik niet om zijn successen te kleineren, maar juist om aan te geven dat die moeilijkheden die hij in zijn leven heeft gekend en mislukkingen, dat die nou juist het relief geven aan het succes. Nou, dat verhaal dat gaat er bij hem niet in. Uiteindelijk hebben jullie met z'n allen hoog spel gespeeld, want die biografie komt er niet, van jouw hand in ieder geval. En de vriendschap heeft ook een deuk opgelopen. Ja, het heeft tot het eind van die vriendschap geleid. Ja. 1975 is het jaar waarin de poëzie Hans en Christine bij elkaar heeft gebracht. Zij werkt bij Poetry International als tolk en vertaalster van Russische literatuur. Ze vallen voor elkaar. Het eerste huwelijk van Hans is dan al op de klippen gelopen. Zijn twee kinderen, Flavius en Nadia, komen na een woelige tijd bij hen wonen. Het was een leuke shot, ja. Het gebeurde. Er werd verder helemaal niet lang bij stilgestaan. Hup. En ze voelden dat ging allemaal intuïtief, hoor. Want de hardste aangelegenheden gaan allemaal intuïtief. Want ik weet nog dat ik had, op een gegeven moment liet ik het een beetje waaien, dat die relatie, want ik had nog een andere ijzers in het vuur. En dat ging er vervelen, dat moest er helderheid komen. En toen zijn we gaan wandelen op een middag in de buurt van Hilversum, de hei. Ja, toen kwam ze met... Dat ze wou met me in zee gaan, maar dan moest het wel ophouden met die andere wijven. En anders ging het niet doen. En dat ze helemaal bracht ze goed naar voren. En later zei ik, nou, ze zei, ja, allemaal intuïtief, zeg ze. Dat had ze verder helemaal niet uitgedacht. Ja, we hadden het wel hartstikke goed samen, ja. Rotterdam is een godsverlaten kade onder koud lamplicht, zwavelgeel. En een zwarte, maandoorvlaagde wade omspant het onuitsprekelijk geheel. Volgens mij zijn er dus bepaalde wetmatigheden in de schrijverij, in de kunst, die heel oud zijn, die uit de oudheid stammen. Eenvoud, bondigheid en algemeen geldigheid. Dus iedereen moet het kunnen snappen. Het moet voor iedereen van belang zijn. Ja, daar komt het op neer. En als je dat niet zo kan doen, ja, dan koop ik er niet veel voor. Dan sta je volgens mij voor loya. Hans, ik heb trouwens de dummy gekregen. Oké. Okay. Kijk eens. Okay. Rolt hier die totale poëzie? Het is de dichter, journalist en presentator Wim Brons die Sleutelaar weer in het licht van de publiciteit zet. Hij overtuigt de bezige bij om een nieuwe verzamelbundel van Hans' werk samen te stellen. Word hier die totale poëzie. Lange tijd was dat het enige gedicht dat hij publiceerde. En hij publiceerde sowieso niet heel erg veel. Zijn gedichten zijn, zoals hij zelf zei en zegt, van een hoekige eenvoud. Dit zijn een paar bundels die je hebt gemaakt. Daar heb je ook weer selecties uit gemaakt vervolgens. In wat voor soort gezin ben jij opgegroeid eigenlijk? Een gebroken gezin. Maar goed, dat was natuurlijk. Dat komt wel vaker voor. Je zei een keer, want ik ben bij je op bezoek geweest, ik zou nog één gedicht willen schrijven. Ja. Maar dat moet zich aanbieden. Dat is voor je vrouw. Wat voor gedicht moet dat worden? Want dat weet je dus wel, maar het is er nog niet. Ja. Ja. Als ik het wist, dan schreef ik het op natuurlijk. Dus ik loop ermee rond. Maar ik zou het niet tragisch willen maken. Of, de dood is een natuurlijk iets natuurlijk. Je kan wel willen dat hij niet komt, maar hij komt vroeg of laat toch natuurlijk. Dus het zou eerder
een viering van het leven moeten zijn dan een droefheid om de dood. Die teneur zou ik het wel willen geven. Ben je er bang voor de dood? Nee, wel, nee? Vroeger wel, maar nou, niet meer. Tientallen jaren niet meer. Nee. Hoe lang niet, zeg je? Tientallen jaren. Kijk, dan wil ik je ook nog tientallen jaren toewensen, Hans. Dankjewel. 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 Tussen de coulissen staan. Dat is wel van toepassing op jou, hè? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ik vind het wel een prettige plek om te vertoeven. Dat jij ziet en zij zien jou niet. Terwijl ik film in de VPRO-studio, overvalt mij het jammerlijk gevoel dat Christine dit niet meer mee kan maken. Hans tussen de coulissen vandaan. Maar als zij niet ziek was geworden, was Hans nu niet in Nederland geweest, had ik deze film niet kunnen maken. En dan was die drang bij Hans om een gedicht over haar te maken er misschien ook niet geweest. Je loopt als het ware op kousenvoeten eromheen, om dat gegeven. Van waar kan ik nou inbreken? Waar balt zich de emotie samen? Hè? Kijk, iets origineels over de dood beweren, dat kan je vergeten, want dat bestaat niet. Hè. Dat bestaat niet. Dus je moet het vanuit de persoonlijke houding doen. Omdat het al vrij lang en lang zo'n lange weg, toch betrekkelijk lange weg was, dat stervensproces, hadden we al alle tijd gehad om te praten, om alles te... Die waren uitgepraat. Ik kreeg in de gaten dat mensen ook veel te veel van de stervende verlangen, dat hij naar hun luistert. Dus die mensen die dood zijn, doodgaan, helemaal niet mee bezig. Die moet je met rust laten. Daar ben ik wel achter gekomen. Dus dat is een gegeven in zo'n kort gedicht of zo'n gedicht. Woorden, ja, banaliteit, maar woorden schieten tekort. Letterlijk, hè. Nu Hans al zo'n beetje gesetteld is in Rotterdam, wordt het tijd om de in de haast achtergelaten spullen in Thailand op te gaan ruimen. En vooral om zijn in de tussentijd geboren kleinzoon Dino te zien. Maar eerst komt Tess knippen. Dat kan je zo weer zien, hè? Ja, dat is fijn. En het kleinkind natuurlijk. Ja, ja. Een jaar is die. Een jaar, hoor. Het is het een... Zo. Wat is dit? Dat is kunst. Is dat echt kunst? Ja, het zijn zeefdrukken uit begin jaren 60. Van een Fransman die later wereldberoemd is geworden. Yves Klein heet hij. Nee, ik neem je niet in de maling. En ik kan me wel voorstellen dat je er wel even van staat te kijken. Wat worden ze dat als kunst? Maar hij is, nou ja, het is een heel verhaal. Maar waar is dit kunst? Er zijn twee kleurvlakken. Nou, hij heeft dat, zeg maar, er zit natuurlijk een hele redenering achter. Een vrouwelijke kleur en een mannelijke kleur is het. Ja. Daar. Er zijn een aantal motieven om op reis te gaan of elders te willen leven. En in ons geval was het voornaamste motief, ja, je blik te verruimen. Door afstand te nemen van je eigen achtergrond, je die beter kan zien. Hey, jongen. Hij ziet er heel goed uit. Dank je. Is goed? Nou ja, benen. Ja, goed. Papa, andere opa. Andere opa. Mam.
Ja. Goed atmosfeer. Het raam keek uit op een blinde muur. Het licht was schaars in zijn stervensuur. In het midden van de kamer bleef ik staan en zag hem aan. Was dat mijn vader die daar lag? Het magere gezicht verried wanhoop, wrok, verdriet. Maar het kind wist niets van wat hier was geschied. Ik zag voor het eerst een dode en voor het laatst een vriend. Hij zou mijn vader zijn, maar werd het niet. Hij heeft die kans niet gekregen om, weet je, hij is net 16 en misschien nog zeker in die tijd dat je nog niet eraan toe bent om een meer wat equal relatie te hebben met je vader of zo. Omdat ik juist hele goede vrienden met mijn vader ben geworden op vrij jonge leeftijd. Van alle gedichten was dit de enige die ik toen begreep. En toen was ik, ik was nog heel jong natuurlijk toen dit allemaal uitkwam. Maar dit is de eerste van allemaal wat iets zei. En de rest zei me nog niet zoveel. Weet je? En poetry als je 13 bent, het zegt helemaal niks. Iedereen zoekt een vorm van geluk. En ik geloof dat geluk ligt in een soort gelijkmoedigheid, een soort evenwichtigheid. En dat kun je wel bevorderen door je te verdiepen in die Oosterse opvattingen. Saai, dat is wel best, maar ik vaar er wel bij. Weet je dat het ook is? Mensen zijn geneigd om dingen als ziekte en dood te dramatiseren, omdat het zijn grote gebeurtenissen in het mensenleven, maar je moet dat niet overdrijven. En veel mensen hebben daar last van, dramatiseren. Althans, dat is mijn idee, hoor. Maakt het zwaarder ook. Ja. Ja. Maar je moet een soort, ja, soort wijsgerige of filosofische instelling ontwikkelen. Omdat die al te heftig op alles te reageren. Ik denk niet dat er een leven na de dood is, nee. Dat weet ik wel zeker. Dat is ook helemaal niet erg. Net zo goed dat er ook geen leven voor de dood was. Ja. Nou ja, je kent de beroemde regels van Omar Khayyam, hè? Wij worden voor ons komen niet gemist. Na ons vertrek zal het niet anders wezen. De levens van de vier voormalige bendeleden raken in de loop van de tijd steeds meer ontvlochten. Vaandrager raakt door zijn drugsgebruik aan lager wal. De schaarse ontmoetingen verlopen stroef. Maart 92 sterft Cor Vaandrager, in de woorden van Sleutelaar, als iemand die hij liever niet was geweest. De chemie tussen Armando en Sleutelaar raakt uitgewerkt. De twee verliezen elkaar uit het oog. Verhagen en Sleutelaar blijven wel contact houden, al is het soms met grote tussenpozen. Naast beroemd dichter is Hans Verhagen in de jaren 70 een van de meest invloedrijke televisiemakers van de VPRO. Vreemd, vaag, verdacht. Een nieuwe aflevering van het fantastische tv-programma van Hans Verhagen. Later stort hij zich op de schilderkunst. In 2008 krijgt hij de PC Hoofdprijs voor zijn poëzie. Toch raakt hij steeds verder in een isolement en vergetelheid.
Sleutelaar bezoekt Verhagen in zijn atelier, vlakbij het Amsterdamse Centraal Station. Ik neem me voor pientere vragen te stellen over de Gartsiviek-tijd. Maar het zit er niet in, voel ik al snel aan. Twee oude vrienden die willekeurige herinneringen ophalen. Ik was een van de eerste die van jou een schilderij heeft gekocht. Dat is het dan. Dat is een portret, zelfportret. Ja. Weet je nog? Ja. De statuurbaan, hè? Die... Ja. Dat was de eerste poging. Het was niks. Nadia is de dochter uit Hans' eerste huwelijk. In tegenstelling tot haar broer in Thailand heeft ze nog nauwelijks contact met haar vader. Dochter en vader. Haar blonde haren op het grote kussen. Zij lacht naar hem. Hij dekt haar toe. Ik ben de eerste, denkt hij. Wie na mij? En laat haar achter met haar dromen. Weet je wat ze er zelf van vindt, vond? Ze vond dat ze was er gewoon zo vereerd. Lichtelijk vereerd door, ja. En er is ook een gedicht waar ze het heel moeilijk mee had. Heeft ze me wel eens verteld. Waarin ik ook beken dat ik haar moeder nooit heb lief gehad. Dat is een, ik heb daarna ook een aantal jaren geen gedichten kunnen schrijven. Dat was een soort eindpunt. En dat, die bekentenis, daar had ze het heel moeilijk mee. Een dramatisch gedicht. Biecht in de nacht. Ik zou onverzoenlijk schrijven wat mijn vrouw mij had aangedaan. Met woorden die beklijven bij wie in eendere schoenen staan. Het hart verkilt. Wat is ze mij waard? Waarom klagen? Beneden slaap jij. Hiernaast de kinderen nog onbezwaard. Vannacht rijpt hun oordeel over mij. Ooit moet ik hun bekennen dat ik hun moeder niet heb liefgehad. Zij werd gek. Had ik daarom verdriet? Een laf hart had ik. Anders niet. Mijn God, wat heb ik haar misdaan? Verschopt, verdwaald, staart zij mij aan. Nee, ik kan het niet lezen. Dat moet je niet doen. Het is ook wel moedig om dat op papier te zetten dan. Dat zei de toenmalige redacteur ook. Jij durft. Maar ja, het blijft papier natuurlijk, hè. Ik leg de lat misschien wel te hoog. Dat kan wel eens kunnen, ja. Dat ik hoger leg dan ik zelf kan springen. Dat zou heel goed kunnen. De muze is een zeer jaloerse dame. Dus je moet niet 10 dingen tegelijk willen. Dus je eist wel jouw volledige inzet en overgave. Ach, een schrijversleven, ja. Zo spannend is het ook weer niet. Je zit het grootste deel van de tijd op een stoel. ...25 november 2016. Hans krijgt de Anna Blamanprijs uitgereikt. Oh, die stond al klaar natuurlijk. Nee, kom maar. Anna Blaman, dezelfde schrijfster die hij in zijn jeugd zo had verketterd. Ironisch. Gespannen? Ben je gespannen? Hij is echt vereerd met de prijs, maar hierna hoeft het voor hem niet meer met al die aandacht.
Jules Deelder zal een feestrede geven. Hij en Sleutelaar hebben elkaar regelmatig gekruist. Het wederzijds respect is altijd groot geweest. Hallo. Jules, ik heb een cadeautje voor je. Ik heb een cadeautje voor je, ja. Ik heb ook een paar tijdjes in uitgever geweest. Dat is zijn eerste prozabundel. Hij heeft vertaald. Een paar prachtige vertalingen heeft hij voor uitgever Boelen gemaakt. Van William Burroughs. Heel goed. De ernst van zijn werk, dat wordt niet erg gezien. Maar een van de eerste keer dat ik over jou hoorde, dat was toen zat ik op de HBS. Toen zat ik voor mijn eindexamen, werd ik benaderd door Bertram. Dat was de directeur toen. Hallo. En die... Oké. En die gaf mij toen min of meer. Jij schrijft gedichten, hè? Maar je doet toch wel examen? Je doet toch wel examen? Ik zei, ja, dat wel een plan. Ja, want ik heb vroeger ook eens zo'n dichter hier gehad. En die was briljant en die deed toen op het laatst geen examen. Toen was jij. Ja. Ja, jij hebt op die Willem de Zwijger ook gezeten, Brian. Ja, ja, dat zie je wel. Ik heb wel examen gedaan, maar ik ben gezakt voor... Het is me altijd opgevallen dat hij nooit een geheim heeft gemaakt van het belang wat mijn generatie, of met name dan in Rotterdam, Vaandrager en ik, voor hem betekend hebben. Dat is belangrijk voor hem geweest, dat een soort voorwerk. Dit, Hans, is een gedicht dat Sleutelaar heet. Vervaardigd volgens het principe van de readymade, waaraan onderweg nog wel het een en ander werd versleuteld, maar dat doorheen de mist der eeuwen toch altoos helder is gebleven en vier omhoog reist uit de zee van tijd die hard bezig dreigt zich te verdrinken in oceanen van nietszeggendheid. Hans, ik neem mijn hoed voor jou. Dames en heren, jongens en meisjes, ik zal het kort houden. En gehoorzamen aan de wet van Sleutelaar, die luidt: de helft van de tekst kan eruit. Nu de aandacht zal gaan luwen, hoop ik in stilte dat er misschien weer ruimte en inspiratie komt voor het gedicht over Christine. Ik stel de vraag nog steeds niet, al brandt die op mijn lippen. Verzoen me ermee dat de film zo eindigt, met een gedicht dat in de lucht blijft hangen. Ik blader door zijn laatst verschenen bundel, op zoek naar een gedicht dat helemaal niet bestaat. Of misschien toch, in het alleszeggend wit van de pagina. En zie ik het nu pas. Een bericht van Hans. Er zijn woorden. Hans. Antrie. De dichter is instrument van de taal geworden. Ik loop rond met hoe het was. De laatste momenten met haar. Ik had geen woorden. Ik heb haar opgetild en vastgehouden.